Hey Apple, even opletten nu. Zo vernieuw je een laptop. Hoi, ik ben Marijn van Bright. Tenminste, nog wel. Want dit is de laatste video die ik ga maken voor Bright. Ik ga iets anders doen. Uh, maar goed, jullie krijgen gewoon een review van mij van de HP Spectre Folio. Maar voordat ik daar aan begin, even een dingetje. Ik heb dus het like-record op de YouTube-pagina van Bright. Ik heb ruim 6200 likes gehaald met de video van WhatsApp. Maar ik wil deze video gewoon 10.000 likes haalt... Zodat die jongens en meisjes van Bright iets hebben om zich op stuk te bijten het komend jaar. Dus alsjeblieft, geef vast een duimpje omhoog. Dan ben ik blij. En uh, laat ik Bright nog met iets moois achter. Nu de review van de HP Spectre Folio. De Spector Folio dus. En ik ben gek op dit ding. Omdat hij anders is dan andere laptops. En dat heeft twee redenen. De eerste reden is duidelijk. Hij is niet van aluminium of plastic of magnesium. Nee, hij is gemaakt van leer. En echt, dit is geen hoesje. Nee, dit is daadwerkelijk onderdeel van de laptop. Hij is gewoon gemaakt van leer. En hier kan je gewoon de boordroom in binnenlopen zonder achtertas. Weg ermee. Je laptop is genoeg. En ik heb tijdens het testen nog geen één nadeel kunnen vinden van dat leer. Het is stevig, de laptop wordt niet extra warm of zo. Um, en ja, misschien op lange termijn gaat het wat slijten. Maar hoe fijn is dat? Dat je laptop een doorleefd karakter krijgt. Waardoor al je herinneringen hè, aan de trips die je maakt misschien. Aan de prestaties die je hebt gegeven. Aan de leuke dingen die je ermee hebt gedaan. Op de leukste plekken ter wereld. Dat het allemaal in dat leer is gaan zitten. En dat je laptop een beetje leeft. Ja, en, en echt een groot voordeel voor je pols is het dus super fijn. Want als je aan het typen bent, dan zit je niet op plastic of aluminium, maar zit je gewoon op leer. Ik kan me voorstellen dat hier dan zo langzaam twee kuiltjes ontstaan. Heerlijk. Maar goed, ik weet ook wel, niemand van jullie koopt een laptop vanwege het leer. Dus ik hou erover op. De tweede reden is dat dit een 2-in-1 is. Hè. Je kan er ook een tablet van maken, zonder dat je hoeft op te tillen en om te draaien. Nee, wat je hierbij doet, is dat je het scherm loskoppelt. Het scharnierpunt zit hier. En naar voren teelt. En hoppatee, je hebt een tablet. Een andere modus die misschien wel handig is, is de tentstand. Dan staat hij naar je toe en kan je er zo op, uh, op typen en werken. Dat nou, is handig bij films bijvoorbeeld. En je kan hem omklappen zodat kunnen, mensen kunnen meekijken bij je presentaties. Zo blijft hij wel zitten, maar buig hem iets te ver naar voren, dan komt hij los en gaat je scherm bungelen. Een iets sterker magneetje daar was wel handig geweest. HP. Dan de specificaties omdat het moet, de HP Folio. Dit is het instapmodel, heeft een i5 processor van Intel natuurlijk. Hij heeft een opslaggeheugen van 212 GB. Hij wordt niet gekoeld door een ventilator, dus hij maakt eigenlijk nooit lawaai. Hij heeft 8 GB aan RAM geheugen en het touchscreen is Full HD. En hij beschikt over Windows Hello, dus dan kan je met je gezicht inloggen. En dat laatste is wel handig, maar als je Face ID of een andere gezichtsherkenning toe op je smartphone gewend bent, is het nog best wel traag. Het toetsenbord is super fijn, lekker ruim. En ook over de snelheid van de, van de computer heb ik echt niks te klagen. Of zeker niet voor kantoor gebruikt. Als je gewoon documentjes aan het typen bent, je bent prestaties aan het doen, je kijkt uh, je Netflix-film op je laptop, dan is dit een prima laptop. Maar daar betaal je wel flink voor. Hij kost 1699 euro. En dan moet je bedenken dat er ook bijvoorbeeld zoiets bestaat als de MacBook Air die 1250 euro kost. Waarbij wel gezegd moet worden dat die MacBook Air beduidend minder opslag heeft. Namelijk maar 128 gigabyte tegenover 512 gigabyte dus. En die MacBook Air is gewoon van saai aluminium natuurlijk en niet van leer. Twee echte nadelen. Het geluid van deze laptop, ook al staat de Bang Olufsen op, is niet top. Maar goed, aan de andere kant is dat echt een nadeel. Wat verwacht je van je laptop? He, steek er gewoon een koptelefoon in en je hebt prima geluid. En we denken bij dat die mini-jack echt op een heel fijn plekje zit, hier zo net boven de scharnier. Die kan er makkelijk bij. Hij heeft trouwens drie USB-C-poorten, waarvan alleen de twee USB-C-poorten aan deze kant ook Thunderbolt ondersteunen. Maar het grootste nadeel van de Spectre in het mijn dagelijks gebruik, en ik ben geen muisgebruiker, is dat het trackpad echt super klein is. Misschien komt het omdat ik een MacBook Pro gewend ben, maar kijk eens even, kijk eens even hier. Dit is de HP en dit is de MacBook Pro. Nou, het is denk ik een derde van het trackpad van die MacBook Pro. En ik, ik zit toch te heen en weer te scrollen met mijn vingertjes om, om boven en onder aan het scherm te komen. Daar heb ik hier nooit last van. En omdat zo'n trackpad zo belangrijk is, ik bedoel, je hebt er de meeste interactie mee: hè? met het met toetsenbord en het trackpad. Daarmee doe je alles. Dat ik vind dat dit, deze laptop net niet top is. En als die dan wel 1700 euro kost. Kijk, een goede laptop bouwen is niet zo moeilijk. Hij moet snel genoeg zijn, hij moet stevig zijn. Je moet hem makkelijk mee kunnen nemen. Hij moet een mooi, helder display hebben. En hij moet een fijn toetsenbord hebben. Daar voldoet die ding helemaal aan. Maar hij moet ook een goed trackpad hebben. Echt een gemiste kans van HP. En zo'n kans zou Apple, denk ik, dan weer niet missen. Nou, dat was hem, jongens. Mijn laatste review voor Bright. Uh, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Vergeet niet die likes omhoog te duimen, zodat die andere jongens. Uh, nog wat uh, te doen hebben het komend jaar en ik zie jullie misschien ooit nog wel een keer. Bye. Hey, het uh, T-shirt mag je houden. Oh, dankjewel, dankjewel. <laughs> uh, ja, even Erwin uh, uh, hier, uh, hey van Bright, jouw directeur. Uh, Marijn, uh, we gaan je hartstikke missen. Uh, en we hebben even nog een leuke compilatie uh, gemaakt van al jouw hoogte en. hey nee, only my own <laughs> Hey, look that you can see a new Bright video. Ik ben Rijn Dolphin. Hello! Mr. Cook, can I ask you one question? What do you, what do you know about uh, Dutch technologies? Maybe there will be flying cars one day. Ja, je hoopt zo. Ik denk dat probably will. wel zal. Dank je wel voor deze interview. Dank je. Goed, de compilatie die Erwin voor mij heeft gemaakt die had ik dus van tevoren niet gezien. Maar vond je hem leuk? Geef een duim omhoog. Vergeet niet te subscriben, doe het alsjeblieft, want de meerderheid van jullie doet het niet. Subscriben. Laat iets achter in de comments. Tot de volgende. Oh nee, tot ooit.